Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend is dit nog niet heel goed te zien, maar een groot deel van het land heeft te maken met wolkenvelden. Af en toe breekt wel even de zon door, met name in de kustgebieden is dat het geval. Verder kan er in het binnenland een enkele bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 6 tot 10 graden in de ochtend en 13 tot 16 graden in de middag en dat is toch duidelijk wat zachter dan de afgelopen tijd. Maar eigenlijk zijn het gewoon normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Er staat niet al te veel wind, alleen een zee waait soms een vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Vanavond wordt de bewolking weer dikker en dan vooral in het noorden gaat het af en toe regenen. En ook komende nacht valt op meer plaatsen wat regen. Morgenochtend trekt die neerslag dan geleidelijk aan de weg. De rest van de dag hebben we een afwisseling van wolkenvelden, een beetje zon en vooral landinwaarts een enkele bui. Het wordt 9 tot 12 graden bij een vrij stevige noordwestenwind. Op zondag en maandag een paar buien, maar ook genoeg droge momenten, vrij veel wolken, maar ook een beetje zon, middagtemperatuur rond de graad of 11. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk wisselvalliger met veel buien, kans op hagel en onweer daarbij en een middagtemperatuur rond 10 graden.